Hou het nou gewoon simpel bij de chippen. Het is al moeilijk genoeg. Welkom kijkers bij Golfschool Geldrop. Mijn naam is Mike Vieringen. Het is weer een schitterende dag. Hou nog even vol. Ga lekker oefenen. Nu kan het nog. Vandaag wil ik het hebben met jullie over hou het chippen zo simpel mogelijk. Leerlingen vragen mij wel eens aan mij van Mike, moet die balpositie nou bij chippen in het midden liggen? Of een beetje links of een beetje rechts? En kan ik beter het gewicht op beide of een beetje op links? Of moet ik hem juist kort? Ik zeg altijd, maak voor jezelf een soort checklistje. Ik durf bijna te zeggen dat hele goede golfers lichtelijk autistisch zijn. Waarom? Ze willen altijd hetzelfde doen. Dus ze hebben een soort ritueel. Nou, mijn ritueel bij chippen. Ik heb een voorkeur voor de bal precies in het midden. Eigenlijk heel simpel. Waar komen mijn handen bij elkaar? In het midden. Dan zou ik daar de bal neerleggen. Dan heb je de meeste kans dat je er goed onder komt. Controlepunt nummer 2. Zet de voeten smal. Tegen elkaar of een vuistje ertussen. Hooguit. Het blijkt theoretisch namelijk. Iemand die breed staat gaat makkelijker swayen. Iemand die smal staat zal de beweging meer gaan halen vanuit zijn schouders. Chip is een beweging vanuit armen en schouders. En het is eigenlijk een soort klepel. Die driehoek die blijft eigenlijk gehandhaafd. 3. Pak de grip wat korter vast. 1. Mijn handen komen dichter bij het slagvlak. Dus ik voel beter wat het clubbad doet. Alle kleine beetjes helpen. En 4. Als je hem korter vastpakt heb je ook minder snelheid. Ik haal er een beetje de snelheid uit. Chip is nooit bedoeld om ver te slaan. Nummertje 4. Gaan we naar boven. Ogen boven de bal. Probeer te begrijpen, chippen heeft heel veel weg van putten. Als ik put, zit ik ook met mijn ogen het liefst boven de bal. Dan heb je de meeste kans op een rechte pendulebeweging. Als ik er te ver vanaf sta, krijg ik veel te snel een kromme lijn. Dus ogen boven de bal. En als laatste, 5. Het gewicht en de handen een klein beetje op links. Het blijkt namelijk, als je op links hangt, zul je eerder de bal in de neergaande lijn raken. Iemand die op rechts hangt, gaat de bal in de opgaande lijn raken en gaat dus neigen naar toppen. Dus de checklist van beneden naar boven. 1. Bal in het midden. 2. Voetenstand smal. 3. Grip wat korter. 4. Ogen boven de bal. En 5. Gewicht de handen een beetje op links. Om het gewicht en de handen een beetje op links te brengen, zou ik zeggen, zet de linkervoet 30 graden open. En je gaat eigenlijk vanzelf al een beetje op links hangen. Vanuit deze positie maak ik hier een oefenchip. Probeer te horen dat je mooi door de gras heen veegt. Stap naar voren en doe dan hetzelfde met bal. Maakt niet uit met welk club je oefent. Oefen met 3 verschillende clubs. Zodat je een hoge, een lage en een middelmatige bal kunt spelen qua balvlucht. En ik weet zeker dat je een constantere chip krijgt. Laat even weten of je het een goed filmpje vond door een duimpje te geven. We zitten inmiddels op 1600 abonnees. Maar er kunnen er nog meer. Jij kunt erbij. En wij zien elkaar volgende week weer. Succes met oefenen.